De laatste tijd krijg ik op social media enorm veel de vraag: hoe kom je aan support? Hoe krijg je subs? Hoe krijg je de effectieve likes die je video verdient? En ik dacht, wel, het is geen beter moment om nadat ik de 3000 subs heb gehaald, eindelijk een keer te vertellen wat het geheim achter YouTube is en wat de leukste, de beste manier is om aan subs en likes en views te geraken. Dus druk al even op dat duimpje omhoog. Ik ben Acid, let's go! Acid hier met vandaag een nieuwe live cut commentary op Advanced Warfare. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar mijn facecam is nu 60 fps, 1080p. Gewoon ja, de beste kwaliteit die je maar kan hebben. Ik hoop dat dit jullie fucking excited maakt. Ik ben er excited over om de allereerste keer een eigenlijke gewone nieuwe facecam ding te gebruiken. En ik vind het wel smooth. Het is lekkere kwaliteit, het is mooi, het is ja, het is gewoon lekker chillen. Dus in deze video wil ik het met jullie hebben over een eigen stijl. Hoe kan je nu legit veel subs krijgen, veel support? Hoe kan je legit likes, views en alles krijgen die je verdient? Gisteren heb ik gepraat over kwaliteit en items en equipment die je kan kopen voor YouTube. Maar zoals ik zei in die video, geld gaat je de knowledge van YouTube niet geven. In YouTube moet je evolueren. In YouTube moet je beter worden met de tijd. Maar wat is nu het geheim van de grote YouTubers, van Castiop en zo Knol, van de YouTubers die toch, laten we zeggen, meer dan 10.000 subs hebben? Ben jij nu zo'n YouTuber die vastzit op 50 subs, niet boven de 100 raakt en echt geen goede support krijgt, dus eigenlijk ook echt niet gemotiveerd is? Dan ga ik jou nu zeggen wat het geheim is achter YouTube en wat de manier is om aan support te raken. Kijk, je moet gewoon jezelf zijn. Want jezelf zijn is iets wat van jou is. Iets wat jij alleen kan en wat niemand van jou kan afnemen. Het is hoe jij bent. En dat is dan al één iets die je channel uniek maakt. Je persoonlijkheid. Want als je niet jezelf bent in je video's, ga je ook nooit makkelijk op de juiste plek kunnen voelen bij YouTube. Als je je moet voordoen als iemand die je niet bent, kan YouTube erg lastig zijn. En om even enkele voorbeelden te geven van mensen die echt zichzelf zijn op YouTube en gewoon kritiek geaanvaard hebben en ermee zijn gaan leven, zijn Quinten, a.k.a. Pof, en ikzelf. Zoals jullie weten, Quinten, ik denk dat de meeste van jullie Quinten wel kennen. Quinten heeft een beetje een spraakgebrek. En dat is, ik weet zelf niet hoe het komt, het is, ja, je kan er zelf niks aan doen. En daardoor klinkt het soms alsof, ja, alsof zijn microfoon heel de tijd kraakt. Alsof het heel de tijd krrr is terwijl hij praat. En waarschijnlijk als je één video kijkt van Quinten, zou je zeggen, wat een slechte YouTuber, ik versta geen fuck van wat hij zegt. Maar hoe meer en hoe meer je Quinten gaat kijken, beter je zijn video's gaat vinden. En op een bepaald moment zou je zelf zeggen, wow, deze dude verdient veel meer subs dan hij nu heeft. Hij heeft net de 1000 subs aangetikt, wat al een extreme mijlpaal is. En hij is er super blij mee, zoals elke YouTuber die 1000 subs haalt. En hij is een van de grootste YouTubers waar ik respect voor heb, maar echt veel, omdat hij blijft doorzetten. Hoeveel haat hij ook krijgt, hij blijft gewoon video's maken zoals hij is. En dat rare geluidje die hij heeft op zijn stem, maakt zijn channel gewoon, ja, maakt zijn channel gewoon pof. En dan heb je mij, Acid, met een kutte West-Vlaams accent, waardoor niemand mij eigenlijk verstaat en niemand zijn woord verstaat. Wat de kak dat ik al aan het zeggen zin. Kijk, in het begin zeiden mensen ook tegen mij, praat alsjeblieft Nederlands, welke taal praat je? Is er een woordenboek voor de taal die jij praat? Ik dacht, fuck die shit. Ik ben zoals ik ben. Ik ga proberen duidelijker te articuleren, maar echt, vloeibaar ABN praten zit er niet in voor mij. Ik ben nu gewoon zo. Hey, zit de West-Vlaamse commentator die waarschijnlijk in de Nederlandse community niet verstaanbaar is. Maar het is gewoon een deel geworden van mijn channel, het West-Vlaams. Het is, ja, het is gewoon iets dat als ik het weg zou doen, dan is Acid niet meer Acid. Dus de grootste tip die ik je kan geven is, blijf jezelf en wees gewoon jezelf. Ga je niet voordoen als iemand die je niet bent. Als je jezelf bent, voel je je gemakkelijker op je plaats als je video aan het doen bent. Moet je niet beginnen acteren in een video. Kan je gewoon lekker jezelf zijn, kan je plaatjes slaan met je subscribers. En kan je gewoon een beetje editen en praten over wat jij wil. Natuurlijk zou je altijd dislikers hebben. Er zijn altijd mensen die het leuk vinden om op het rode duimpje te klikken. Probeer ook niet de stijl van een andere YouTuber te stelen. Want ik zeg het je kijkers kennen je video's van binnen en van buiten. Ook al zijn het niet echt diehard. Als jij dan één iets groot van een andere YouTuber gaat nemen, bijvoorbeeld het accent van Pof, of bijvoorbeeld een exacte video van iemand namaken, dan ga je ten eerste al je best moeten doen om die persoon zo goed mogelijk na te doen. En je gaat enorm veel haat krijgen omdat mensen zeggen, heb je niet genoeg creativiteit om zelf een video te maken? Als je daar al geen creativiteit voor hebt, moet je geen YouTube-channel starten. Ja,
Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet zelf hoe het is. Been there, done that. En nee, het werkt niet. Maar wat je wel kan doen, is veel YouTubers kijken en al hun stijlen combineren in iets wat jij leuk vindt. En een stijl waarvan jij zegt, holy shit, dat past gewoon bij mij. En bij mij is dat alles. Ik heb zo een beetje van iedereen, van Enzo Knol, van iedereen. En als ik vlog, probeer ik mij zo goed mogelijk te interpreteren dat ik ook elke dag vlog. Maar dat is moeilijk, want ja, ik doe nooit elke dag iets nuttig. Maar dus zoals ik al zei, wees niet bang om jezelf te zijn in een video. Je zult wel kijkers krijgen en die kijkers zullen je wel appreciëren. Ik ben Acid. Ik heb een West-Vlaams accent. Quinten is Pof. En Pof heeft een raar spraakgeluidje. Maar wij doen YouTube omdat het een hobby is. Ik ben Acid. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zeker een duimpje omhoog, omdat de facecam zo helder is. Ik ben Acid. Ik zeg tot morgen. Adios.